Goedemorgen kinderen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sporter in de Klas. Ja, we hebben de Winterspelen special wellicht, of trilogie. Drie afleveringen die volledig in het teken staan van de Olympische Winterspelen. En dat is natuurlijk erg hartstikke logisch, want de Olympische Winterspelen zijn in volle gang. Ik vind dat natuurlijk superleuk als, ben je voormalig of oud? Nee, ik ben voormalig schaatser en Olympisch kampioen. Want als je eenmaal Olympisch kampioen bent, dan blijf je dat je hele leven. En dat is super gaaf. We gaan het hebben over de Winterspelen. Ik heb de eerste vragen al binnen zien komen. En het is eigenlijk een beetje vraag het meester Jochem. Maar vorige week waren er zoveel vragen die ik misschien niet eens echt allemaal goed kon beantwoorden. Dus ik heb vandaag ook hulp ingeroepen van iemand die misschien nog wel veel meer weet. Want ze is ook bezig om chef de mission te gaan worden. Maar goed, dat kunnen we misschien zo meteen wel even vragen. En dat is niemand minder dan drievoudig Olympisch medaillewinnaar Marianne Timmer. Ik haal er meteen bij. Marianne, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat ben jij lekker vrolijk vandaag. Ja, nou, volgens mij, gewoon een beetje energie erin, toch? Het is hartstikke mooi. We zijn er een mooie. Je zou zo weer die 5 kilometer kunnen rijden, Jochem. Ja, nou ja. Ja. Ik denk dat ik er wel wat langer over doe. Maar ik vind het echt super gaaf dat jij er vandaag bij bent, Marianne. Want jij hebt gewoon... Nou, stel je maar even voor aan de kinderen. Dat is misschien eigenlijk nog wel veel beter. Nou ja, ik ben ook een oud schaatser. En ik heb 3 Olympische Spelen meegedaan. En ik heb 3 gouden medailles mogen winnen. En dat is een super speciaal gevoel als je dat een keer mag meemaken. Dus, en jij, ja. Jij won die Olympische gouden medaille in 1998. En in? En in 2006 in Turijn. 8 jaar later, dus ook over een hele lange periode, heb jij ontiegelijk hard geschaatst. Ja, en ik zou zelfs nog meedoen in Vancouver. Ja. Alleen toen ben ik geschept door een Chinees. Toen ben je geschept door een Chinees. En toen ben ik gevallen in de boarding. En toen kwam mijn schaats vast te zitten in de houten vlondels waar de kussens op staan. Ja. En toen, toen brak ik dus mijn enkel op 8 plekken. Oeps. Toen kon ik niet naar de Spelen. Nee. Hey, en ik ben altijd even nieuwsgierig, dat vragen we altijd. Waar zit jij op dit moment, Marianne? Ik zit nu gewoon thuis. En thuis is in welke plaats of dorp? Ik zit nu in Amsterdam. In Amsterdam, heel goed. Hey, nou, er komen al heel veel vragen binnen. En misschien is er een aantal vragen, kunnen we misschien samen beantwoorden. Want Lars die vraagt, wanneer ben je begonnen met schaatsen? Hoe oud was jij toen je startte met schaatsen, Marianne? Nou ja, toen hadden we veel meer kunsten, of natuurreizen, nu meer kunst. Maar toen hadden wij natuurreizen, was het heel koud buiten. Net als vorig jaar hadden we een paar van die dagen. Ja, ook heerlijk. En toen hadden we schoolwedstrijden. En tijdens die schoolwedstrijden werd er omgeroepen dat het dus een vereniging was. Dus dankzij die omroeper heeft mijn moeder mij opgegeven bij die vereniging. En toen was ik als 7-jarige. Kijk. Was ik lid van een ijsvereniging en daar is waar alles is begonnen. Ja, en ik was, ik denk, 85, 86 het jaar van de Elfstedentocht. Toen was ik 9 à 10 jaar. Toen ben ik gestart met schaatsen. Ja, de dolfijn die wil heel graag weten. Hoe vaak moet je trainen, of moest je trainen toen je naar de Olympische Spelen ging? Hoe vaak, hè? Maar hoe vaak? Nou, ik denk dat topsporters echt al 2 keer op een dag trainen. Ja. Misschien op midden de week 1 keer op een dag. Ja, en dan moet je wel heel hard voor trainen. Je moet wel echt ook heel veel dingen voor laten. Dus geen patatjes, geen kroketten. Nee. Je moet ook gezond leven. Ja, ja, dat is wel super belangrijk. En dat is niet alleen voor een sporter natuurlijk belangrijk, maar ook gewoon voor kind zijn. Nee, toch? Ook algemeen. Ja. Maar, en ook vroeg naar bed en dat soort dingen. Geen feestjes. Ja. Het is wel helemaal alles in gezond. Ik vind het een hele leuke vraag die binnen is gekomen van de Regenboog. Die vraagt, wat is chef de mission? En hoe word je dat en wat moet je dan doen? Vertel eens even, want volgens mij heb je al ervaring. Ja. Nou, ik ben vorig jaar naar de Jeugd Olympische Spelen geweest. En onze chef de mission nu is Karel Verheijen. En een chef de mission is de aanspreekpunt voor coaches, voor andere IOC's. Dus als er dan een coach bijvoorbeeld komt en die heeft iets nodig voor zijn team, dan ga je als chef de mission kijken om dat te realiseren voor dat team, zodat ze optimaal kunnen presteren. Dus je hebt zeg maar meer een begeleidende rol. Oké. En ja, Karel Verheijen is natuurlijk ook weer een oud collega van ons. Ik heb 7 jaar met Karel Verheijen in 1 ploeg gezeten. Ook een hele goede schaatser. Die weet natuurlijk heel goed wat er allemaal op de Winterspelen ook gaande is. Dus dat is... jij bent dus een... Ben je dan... Ja, je hebt de Jeugd Olympische Spelen gedaan. Karel Verheijen is het nu. Is het zo dat jij wellicht over 4 jaar dan chef de mission bent op de Winterspelen? Of kan je ook voor de zomerspelen chef de mission worden, Marianne?
Nou ja, het zou allemaal kunnen, maar ten eerste word je ervoor gevraagd. Ik ben ervoor gevraagd. We zitten ook in een opleidingsgroep, want er gebeuren natuurlijk altijd gekke dingen als je met veel mensen op pad bent. Moet je even goed kijken, hoe ga je dat communiceren naar buiten toe? Ik zit nu in de jeugdspelen, daar is Carol ook begonnen. En Pieter van der Hogeband, die in Tokio chef de mission was. Dus ja, je weet het nooit. Ik denk dat Carol 2 keer chef de mission gaat worden. Dus we gaan het zien en we gaan in ieder geval heel veel leren van elkaar en elkaar helpen en ondersteunen. Ja. De Rietveldschool, groep 6, die vraagt van, zijn er ook feestjes op de Olympische Spelen? Nou, normaal gesproken wel. Dan hadden we Holland Heineken House. En daar werden natuurlijk echt wel door de fans en zo heel veel feestjes gevierd. Maar over het algemeen is het toch zo dat de sporters best wel gefocust zijn op hun sport. En nu, ja, met corona. Ja. Het is niet mogelijk om feestjes te vieren. Nee, en ik gisteren, precies 20 jaar geleden, won ik mijn Olympische gouden medaille. Dat was op 9 februari 2002. En ik mocht vervolgens op 19 februari reed ik toen de 1500 meter. En toen op 22 februari de 10 kilometer. Dus ik zat zo'n beetje op de eerste en de laatste dag van de Olympische Spelen. Dus echt tijd voor feestjes had ik ook niet. Dus dat hangt er natuurlijk ook vanaf. Nee, ik kan me jou heel goed herinneren. Ja, zeker. Daar was ik natuurlijk bij. En aangemoedigd natuurlijk. Maar wat een mooie Olympische Spelen was dat ook. Absoluut. Wat deed dat toen met jou, toen jij won? Ik bedoel, als je wint, toen. Nou, dat is wel leuk. De dolfijn uit Heino, die vraagt van hoe voelt het om op het podium te staan? En wat ik vooral heel sterk vond, is dat ik leg mijn spullen uit mijn handen. Dat je daar staat en er waren heel veel mensen. En dat je daar op het podium, eigenlijk meestal spring je erop. Want ik vind dat gewoon van, yes, dat heel blij. En als je gewoon realiseert dat je op dat moment gewoon echt de allerbeste ter wereld bent. Dat vond ik heel bijzonder. Gewoon, ik heb gewoon, waar iedereen naar kijkt, op dat moment heb ik het kunnen doen. En dat vond ik wel heel, heel veel speciaal. En het was bij ons in Amerika. En Amerikanen, als je een gouden medaille hebt, nou, dan dragen ze je bijna letterlijk op handen. En dat vond ik ook wel weer een beetje gek. Maar het is wel heel mooi dat het... Het is gewoon heel mooi als je 1 keer de beste bent. Want, hoe was dat bij jou dan, Marianne? Toen jij misschien ook, hoe was het ten opzichte van de eerste en de tweede en de derde keer, moet ik dan misschien vragen voor jou om op het podium te staan? Nou ja, als je 1 keer goud wint, is het natuurlijk al heel super bijzonder. En dan komt er ook wel een stukje druk en verwachtingen bij kijken. Dus dan heb je voor jezelf moet je weer winnen. De buitenwacht vindt wat van jou. Mensen herkennen jou. Dat is best wel eens moeilijk om daarmee om te gaan. Ik vond dat wel een heel ander spelletje als je dat nog een keer met als je al goud hebt om dat mee te nemen. Maar het gaat natuurlijk ook niet altijd vanzelf. Ik bedoel, soms had je niet zoveel zin of je goed in je vel. En dan, het is wel heel moeilijk om maar te winnen. Lisa die vraagt, hoe word ik goed in schaatsen? Hoe word je goed in schaatsen? En je moet het eerst leuk vinden. Je moet het leuk vinden, Lisa. Ja. Als je passie hebt voor iets en iets heel leuk vindt dat ik jou 's nachts kan wakker maken. We gaan schaatsen. Dan heb je kans. Het is eigenlijk elke sporter zegt dat wat dat betreft. Groep 5 van Bolwerk die vraagt, ben je ook wel eens Nederlands kampioen geweest? Hoe vaak ben je Nederlands kampioen? Ja, jij? Ja, ik heb 10 keer Nederlands kampioen sprinten ben ik geworden. 10 keer? 10 keer dus. Je moet heel lang meedoen om dat te worden. 10 keer Nederlands kampioen. En ook allemaal achter elkaar. Nee, volgens mij heb ik 1 keer het Andrea Nuit mij eraf gereden. Ja, en dan is dat waarschijnlijk rond 2002, denk ik dan misschien. 2001, 2002. Toen werd zij heel goed. Toen was zij heel goed. Ja, heel goed jaar had zij. Toen werd ze 4 op de Spelen. Dat was ploeggenoten van mij. Ja, welk land vond je het leukst om tegen te schaatsen? Had jij daar nog iets mee met de landen of de rijders, Marianne? Duitsland. Toch Duitsland? Duitsland. Die Duitsers, jongen, die wil je er gewoon afrijden. Ja, de Oost. Nee, Duitsland, kijk, die meiden waren zo sterk en die waren gespierd en die hadden zulke schouders. Ja. Het is toch lekker om die eraf te rijden. Absoluut. Ja, en ik zit te denken, ik had toch vaak wel tegenstand vanuit de Nederlanders. En ik vond de Nooren heel leuk, maar dat waren gewoon hele leuke jongens. En dat was meer gewoon... Ja, dat is gewoon wel anders. Vind je ook niet? Ja, maar het was gewoon leuk. En dan reed je af en toe tegen elkaar. En dat gewoon...
Ja, dan soms won je, soms verloor je. Dus ik vond het ook wel leuk. Ik heb goede herinneringen aan. Kevin, die vraagt, wat is de mooiste plek waar je bent geweest met schaatsen? Mag jij me eerst beantwoorden, Marianne? Nagano. Nou ja, ik heb heel veel goede dingen gedaan in Nagano. En dan is het toch speciaal als je daar weer komt, waar veel dingen goed zijn gevallen voor mij. Dus ik ben daar Olympisch kampioen geworden en wereldkampioen sprint. Dus die baan is ook mega groot en het is voor mij een hele speciale plek. Ja, dank u wel. Kijk, heel goed. Nou, en ik vind Calgary gewoon een hele toffe baan, maar het is een hele snelle ijsbaan en het is gewoon gezellig en dat klinkt heel gek. Maar je hebt de ijsbaan in Calgary in Canada, die ligt aan de universiteit. Er zijn heel veel studenten en er wordt overal gesport. En je kan samen met allemaal andere studenten kan je eten en zo. En dat vond ik, die sfeer vond ik altijd heel leuk. Dat haalde best in bij naar boven. Absoluut. Bo die vraagt, zijn medailles zwaar? Hoe zwaar zijn jouw medailles, Marianne? Ja, die zijn best wel zwaar. Ik heb ze hier niet, maar ze zijn best wel zwaar. Er zit wel gewicht in en als je er drie hebt, dan kan je niet die hele tijd om je nek houden. Nee. Nou, ik, ze pijn in je nek. Bo, ik zal je vertellen, ik heb mijn een keer op de weegschaal gelegd. En de zilveren medaille was 532 gram. En de gouden medaille was 538 gram. En dat komt op dat 6 gram verschil. Dat is ongeveer het gouden laagje wat er omheen zit. Dat is een beetje, maar het is bijna een halve kilo, dus het zijn zware medailles. Ja, hebben jullie medailles nog? Ja, natuurlijk. Sterk, ik heb er hier een in mijn tas liggen. Ik ga kijken of ik het kan pakken, kinderen. Heb jij een medaille? Nee, hoeveel medailles heb je in totaal? Ik heb er 3 goud op de Spelen. 3 goud. Heb je ook nog andere Olympische medailles? Nee hoor, goud is de enige kleur die mij staat. Heel goed. Ja, nee. Kijk, hier is die. Dit is hem. Ah, wauw, die is ook mooi. Prachtig. Is goed, het is een hele mooie. Ja, je moet altijd even een beetje met het scherm. De camera is lastig, maar als we hem even zo doen, dan... Hij is heel mooi. Het is een heel mooi lintje. Spelen, elke keer op de Spelen hebben ze toch ook een andere type medaille die ze maken. Speciaal voor die Spelen waar de sporters zijn. Dus niet één Olympische medaille is gelijk. Nee, en wat nog meer bijzonder is dat... Misschien weet jij dat nog niet of wist je dat wel? Dat de zomerspelen is één zijde van de medaille altijd identiek. En de achterkant is dan naar gelang het land waar het is. En de winterspelen is het totale ontwerp. Dus zowel de dikte, de grootte, het gewicht is elke keer anders. Dus de winterspelen mag je zelf bedenken eigenlijk een beetje het ontwerp. In Turijn, 18 jaar geleden, 16 jaar geleden, hadden ze er een gat in gemaakt. Dus, dat is, dus de winterspelen zijn eigen ontwerp. De zomerspelen is aan de ene kant altijd hetzelfde. Nou, dat wist ik zelfs nog niet. Dan leer ik ook nog wat. Suus die vraagt, stel je bent aan het schaatsen en iedereen is aan het juichen. Ben jij dan zo snel mogelijk aan het schaatsen? Hoe voelt dat? Als je iedereen hoort juichen. Als je aan het schaatsen bent. Of hoor je het helemaal niet? Dat is cool. Tielf is toch zo gaaf. Daar hebben we allebei geschaatsen. En als iedereen gaat schreeuwen, dan word je zo meegenomen door het publiek. Ja, dat is wel heel bijzonder. En is Tielf dan onze baan in Heerenveen in Nederland? Is dat dan wel de... Wat dat betreft voor het publiek de mooiste baan om te schaatsen? Of vind jij Nagano ook mooi om met publiek te schaatsen? Tielf. Het publiek in Tielf is het mooiste toch wel, hè? Ja. En daarna? Noorwegen, of niet? Noorwegen, nou ja, ik vond Canada eigenlijk ook. Het was allemaal wat rustiger. Kijk, Nederlanders zijn natuurlijk altijd een beetje gek. Die doen dan oranje kleren aan en zijn lekker uitbundig. Dat zie je met voetbal en ook met... Olympische Spelen of met andere wedstrijden. Dus Nederlanders zijn wat dat betreft wel een heel mooi publiek. Ja, dus ik vind het een leuke vraag, want het is eigenlijk ook wel een hele terechte vraag. De wegwijzer 8A die vraagt, wat is het verschil tussen een wereldkampioenschap en de Olympische Spelen? Nou, dat als chef de mission kan je dat vast wel uitleggen, Marianne. Nou, een wereldkampioenschap is ieder jaar. Dus elk jaar kan je weer opnieuw wereldkampioen worden, maar de Olympische Spelen... heb je ook 1 keer in de 4 jaar. Dus dan moet je 4 jaar lang wachten om weer naar de volgende Spelen toe te werken. En je hebt alle sporten in 1. Dus het is een heel groot evenement met een eigen Olympisch dorpje waar jij gaat wonen met alle sporters. Dus dat is zoveel groter dan een WK afstanden of all-out of sprint. Ja, dat, eigenlijk is dat misschien. Het is 1 keer in de 4 jaar. Met name dat alle sporten tegelijk zijn, maakt het zo bijzonder. Dat is...
De regenboog, groep 6, die vraagt van, hebben jullie ooit de Elfstedentocht geschaatst? Heb jij ooit de Elfstedentocht gereden, Marianne? Ja, ik ben een sprinter, dus dat haalt in dat ik op korte stukjes heel goed ben. Ja. Dus als ik al die duizend meters optel, dan heb ik wel 200 kilometer gereden, maar nooit in één keer. Nooit in één keer. Maar wel één keer de 100 kilometer op de Wijzerzee. Oké. Okay. Ja. Toen was ik echt heel moe daarna. Ja, en ik heb ook nog nooit de echte Elfstedentocht gereden. Ik hoop dat die gaat komen en dan ga ik hem zeker rijden. En ik heb al wel een aantal keren, ik denk al een keer of 10, 200 kilometer gereden. Of in Oostenrijk en of in Zweden lange afstanden. Maar als de echte Elfstedentocht komt, Marianne, ga je dan wel rijden? Ik wel, want ik heb een heel leuk groepje met schaatsers die maken nu al wat langere afstanden. Maar ik denk wel dat ik 200 kilometer is voor een sprinter heel ver. Maar jij bent wel voldoende fit om toch gewoon de hele dag te kunnen schaatsen. En je kan goed schaatsen. Dus dan kan je het toch wel halen. Ja, dat is waar. Ik denk dat het wel een kick is als dat er komt. Nou ja, dan moet ik hem gewoon rijden. Al doe ik er een week over, maakt het niks uit. Ja, dan krijg je alleen geen kruisje. Nou ja, ik ben niet ingeschreven trouwens. Oh, dat is dan nog wel, dat is misschien nog wel een lastige. Als jij nu naar de Olympische Spelen kijkt, hè, wat vind jij de mooiste sporten buiten het schaatsen om naar te kijken? Ik vind het sowieso al super bijzonder om alle onderdelen te zien. Ja. Eigenlijk, ik weet ook hoeveel je ervoor moet doen om überhaupt te komen op de Spelen. En iedere sport heeft wel zijn charmes. Wat ik heel bijzonder vind en heel knap is, die snowboarders die zo door de lucht heen vliegen en dan rondjes. Dan denk ik, hoe ga je dat in godsnaam doen voor de eerste keer als je naar beneden kijkt? Ja, vind ik wel heel bijzonder. Ja, dat is heel knap. Nou, ik vind, we gaan natuurlijk. Ga je vannacht dan ook je wekker zetten om bijvoorbeeld naar onze skeletons, de Kimberly Bos, te kijken? Nou, dat niet, want ik zit s'avonds heel vaak nog in een programma of geef ik verslaggeving. Dus dat niet. Maar zodra ik 's ochtends wakker ben, hup, tv aan en meteen lezen wat er is gebeurd. Kijk, een vraag. Nou, ik vind dat een hele mooie vraag voor jou. De dolfijn uit Heino die vraagt van. Hoe vaak hebben jullie een valse start gehad? Nou, daar komt ie. Oh nee, nou, te vaak. Ik heb één keer, het was heel erg, een valse start gehad op de Olympische Spelen. En toen werd ik gedisqualificeerd. Ja. Toen was ik echt heel verdrietig. Was dat niet ook in 2006? Ja, dat klopt. Ja, dus je had een valse start toen nog en toen werd je gedisqualificeerd. Maar daarna haalde je dus nog een gouden medaille. Nou, ik was toen heel verdrietig, want je staat helemaal klaar voor de start weg te gaan en dan in één keer mag je niet. Ja. Nou, op een Olympische Spelen is het natuurlijk vet erg, ik had 4 jaar lang weer moeten wachten. Maar 2 dagen daarna had ik de 1000 meter, dus je moet ook weer kijken, oké, waar kan ik wel weer winnen? Dus even huilen en dan weer door. En dan weer door. Eva die vraagt, hoe vond je het om een wereldrecord op uw naam te hebben? Heb jij wereldrecords gereden, Marianne? Ik heb zo'n ring van Calgary. Ik had het kleine vierkamp. En de 1500 meter in Nagano was ook een wereldrecord. Kijk. Ja, en ik heb. Hoe voelt dat? Het is gewoon heel gaaf. Dat je op de bord ziet staan. World record, dat is tof. En ook dat je weet dat er nog nooit iemand zo snel is. Dat is wel heel bijzonder. En vaak, daar kan je ook wat langer van genieten. Maar ja, uiteindelijk tellen vooral de prijzen die je wint. Dat is. Wel grappig, en dat is misschien voor de kinderen, dat schiet er mij op als ik het schaatsen volg. Irene Wüst natuurlijk afgelopen week weer Olympisch goud. Haar 5e individuele Olympisch goud. En haar 6e in totaal op 5 Olympische Spelen. Dat is echt, dat is onwijs knap. Maar ze heeft dus bijvoorbeeld nog nooit een wereldrecord gereden. En dat wil ze nog heel graag, weet ik. Dus dat is wel grappig. Kenan, de laatste vraag, dat vind ik wel mooi. Voordat de wedstrijd begint, vind je het dan spannend? Hoe voelt dat, Marianne, als je richting de wedstrijd gaat? Het is spannend. Nou ja, je moet nagaan als je op een speler naar de start moet en je moet draaien. Dat je weet dat er zoveel mensen naar jou gaan kijken en dat je eigenlijk daar naartoe gewerkt hebt. Dan denk je bij jezelf, is dit leuk? Dan denk je, oh nee, ik vind het helemaal niet leuk. En dan gaan de stemmetjes in je hoofd daarvan niet doen. Maar toch denk je, tuurlijk wil je dat doen. Je hebt zo lang ervoor getraind. Maar spannend, zenuwachtig, heel erg. Ja, en het grappige is dat ik had zelf dat ik dacht, ik had er heel veel zin in, want ik wist dat ik gewoon heel erg goed was met schaatsen. Maar ook wel, en ik hoorde het een van de Nederlandse schaatsers ook zeggen, dat je eigenlijk denkt, laat het maar snel avond zijn. Dat was volgens mij Irene Schouten, dan is het voorbij. En dan weten we ook, dan is het klaar. Maar ik heb het idee dat als je dat denkt, dat je vaak wel heel erg goed bent.
En het is een hele rare spanning. Ja, enerzijds is heel leuk, anderzijds is het ook een beetje eng. Maar als je dan eenmaal aan die start staat en het startschot gaat, dan ben je het ook meteen vergeten. Dan, ik weet niet of jij dat ook hebt. Ja. Heb je ook geen tijd voor om het spannend te vinden, wat dat betreft. Dus, nou, leuk. Ik vond het ook fijn. Jij hebt ook wel, want de een gaat wel anders ermee om als de ander. Ja. Er zijn ook mensen die de bibbers in de benen krijgen. Ja, nee, dat, had jij dat dan niet op de 500 meter, dat je bibbers had, dat je daarom vals kreeg? Nee, andere bibbers, nee. Oh. Ik vond het leuk om onder druk te moeten presteren. En dat kon je ook. Er zijn ook mensen die zeg maar dan een keer bevriezen en niet meer kunnen. Ja, heel goed. Hey, wat zou je de kinderen mee willen geven als laatste boodschap van onze drievoudige Olympisch kampioene Marianne Timmer? Wat super belangrijk is, is ook blijven sporten. Doe wat leuk is en ook dat je een beetje moe wordt en lekker gaat sprinten en spelen buiten. Heel belangrijk ook voor je ontwikkeling en voor je, nou ja, dat je samen met je vriendjes speelt in teamverband of maakt niet uit wat. Daar kan ik als meester Jochem alleen maar bij aansluiten. Een heel goed advies en een mooie tip. Dankjewel Marianne en heel veel plezier de komende dagen nog met alle wedstrijden kijken. Yes. Groetjes. Hoi hoi. Ja kinderen, dit was weer een aflevering van Sporter in de Klas. En wat is het toch leuk om gewoon de mooie antwoorden van Marianne te horen over haar ervaring op de Olympische Spelen. En het is echt gewoon, ze is echt heel goed geweest hoor. Echt bijzonder. Dit was aflevering 2. Volgende week zijn we er wel, zijn we er ook weer. Maar dan moet je even rekening mee houden. Dan is het donderdag 17 februari. Dan gaan we wat later van start, pas om 11 uur. Waarom? Omdat de dameswedstrijd van de 1000 meter schaatsen, die begint om 9:30. Dus ja, als jullie dat willen kijken, dan kan je niet naar Sporter in de Klas kijken. En ik ga mijn best doen dat we daarna even terugkijken naar die 1000 meter, om daar een klein beetje op terug te blikken. En dat jullie daar de vragen over kunnen stellen. En ik probeer nog een andere atleet erbij te krijgen, die misschien wel actief is geweest in Beijing tijdens de winterspelen. Ik hoop dat dat gaat lukken. Ik kan niks beloven, maar ik ga mijn stinkende best doen. Voor nu, dankjewel voor het kijken en tot volgende week donderdag 17 februari om 11 uur. Tot ziens. Hoi hoi.